Ik heb heel veel berichtjes gekregen van mensen die mij allemaal schrijven: Harry, waarom zeg je nou helemaal niks over Peter R. de Vries? En ik heb dat bewust niet gedaan in die periode. Ik heb dat helemaal even gelaten voor wat het was. En dat heb ik ook gedaan uit respect voor Peter R. de Vries. Daarbij is het zo dat het was en het is zo erg, daar zijn geen woorden voor. En als er geen woorden voor zijn, dan vind ik, dan moet je er ook even niks over zeggen. En het gewoon maar even laten. En dat heb ik gedaan. En nu het een beetje allemaal, nou, het is nog lang niet verwerkt, maar nu het een klein beetje achter de rug is, ja, dan kijk je naar de tv-programma's en je ziet al die mensen praten over Peter R. de Vries. En ze trappen de ene open deur in naar de andere. En ze houden een wedstrijdje wie Peter het beste heeft gekend. Nee, maar ik weet nog dit en dat over Peter. En nee, maar hij was veel leuker dan jullie allemaal denken dat hij was. En dat gaat zomaar door. Mekaar afbluffen in van, kijk, mij is Peter R. de Vries goed kennen. En daar had ik dus ook al helemaal geen zin in. Ik heb Peter R. de Vries ook wel eens een keer een uur gesproken op een vliegveld. Ja, en daar gaat het niet over. Het gaat gewoon over iets schokkends wat we met z'n allen meemaken. En het enige wat we hebben gezien nu, en dat zagen we in die Lange Leidse Dwarsstraat, daar kon je dat al zien, die enorme bloemenzee die daar werd neergelegd. En daarna hebben we dat gezien in Carré. Hoeveel duizenden mensen zijn daarop afgekomen om afscheid te nemen van Peter. En dat bewijst dat hij heel bijzonder is geweest. Want wat je verder ook van hem vond en wat je er ook over hebt gedacht over Peter R. de Vries. Peter was gewoon iemand die mensen gewoon raakte. En iedereen probeerde dat te analyseren. En van ja, hij maakte het verschil. Of hij loste zaken op. Of hij was een doordouwer. En hij gaf nooit op. En hij was dapper. En hey, al die dingen, die hebben er niet voor gezorgd dat hij zoveel mensen heeft geraakt. Nee, dat is gewoon de man zelf. Het was gewoon Peter R. de Vries, gewoon om de man die hij was. Dat heeft mensen op de een of andere manier geraakt. En dat is iets magisch. Dat is vaak helemaal niet te verklaren. Heb je die man gezien daar bij Carré, waar ook duizenden en duizenden mensen zijn gekomen? En er stond die ene man, die stond daar met een zakje met krentenbollen. Heb je dat gezien? En die had hij meegenomen omdat Peter altijd bij lange zittingen bij de rechtbank altijd krentenbollen meenam. En die man die is dus weet ik veel waar vandaan gekomen uit Nederland. Die is dus ook nog eens een keertje ergens krentenbollen gaan kopen. En is toen helemaal naar Amsterdam gegaan. Alle moeite genomen om in de buurt van Carré te komen en daar uren in de rij te staan met zijn zakje krentenbollen. Dat is zo mooi. Dan heb je mensen zo in hun vezel geraakt. Dat kan niet anders. En dat hebben we de afgelopen tijd hebben we dat gezien. En daar mag de familie de Vries, die mag daar waanzinnig trots op zijn. En Peter zelf ook trouwens, want het is maar voor heel weinigen weggelegd.